lagere school waren de kinderen zo brutaal dat zij de leerkrachten uit de school wisten weg te pesten. Die kinderen zijn gewoon duivels. Die kinderen zijn vreselijk. Ik ga er echt nooit meer naartoe. De kinderen waren nu in bezit van de school en hadden het prima naar hun zin. Het is maar goed dat al die leerkrachten weg zijn gevlucht. Ja, hè? Echt, hè? Ik ben benieuwd naar die anderen. Ja, dat ook wel. Ja, hè? Dat alles. Hé, daar zijn ze. Jongens, ze worden omsingeld door tanks. Kijk, volgens mij wil iemand wat zeggen. Jullie zijn omsingeld. Lever je wapens in. Volgens mij willen ze dat we onze wapens inleveren. Ja. Nu de gemeente Leiden de school weer had overgenomen, hadden zij de strengste schooldirecteur, die vroeger generaal in het leger was, ingehuurd om de orde te herstellen. Sta op! Als kind heb je veel rechten. Kan iemand mij een kinderrecht noemen? Recht op eten en drinken. Wat spreek je zonder je vinger op te steken? 10 keer opdrukken, nu! Niemand spreekt meer zonder zijn vinger op te steken. Jullie hebben recht op onderwijs. Maar tegenover rechten staan ook plichten. Vanaf nu wordt het veel en veel strenger. Jullie gaan nu ook schooluniformen dragen. Na een paar weken kwam de burgemeester langs op school om te zien of het nu ging. Meneer de burgemeester, fijn dat u er bent. Jo, fijn dat u er bent. Komt u mee naar binnen. Sinds dat ik er ben, is het veel rustiger op deze school. Kom, gaan we even naar mijn lokaal. Is de sfeer van de school wel goed? Sfeer is niet belangrijk, discipline is belangrijk. Geef 8! Zo, ze hebben wel discipline geleerd. Discipline is het belangrijkste wat er is! We zijn erg benieuwd wat de kinderen allemaal leren. Kunt u ons het laten zien? Leerling Dralli, laat eens zien wat je allemaal kan. Kom maar mee. Zo, de burgemeester, daar ga ik nu even een blinddoek bij hem opdoen. En wat gaat hij nu precies dan allemaal doen? Hij gaat nu zijn wapenpistool in elkaar zetten. En dan slaat hij de kogel en klaar. Hij schoot er. Dat is wel snel, maar is dat dus ook belangrijk om te leren? Jazeker, dat hoort bij de discipline. Leerling, ga maar weer zitten. En heb je het naar je zin op school? Ja, het enigste is dat... Ja, ik vind het wel hartstikke leuk. Oké, directeur, ik heb genoeg gezien. Dan loop ik met u mee naar de uitgang. Meneer de burgemeester, zie je dat daar ook? Een kind. Directeur, wat is er aan de hand? Oh ja, dat is de ezel van de week. Meisje, wat is er aan de hand? Ik heb 48 uur straf omdat ik een pen heb laten vallen. Je is daar al 44 uur, dus ik moet nog maar 4 uur. Meneer de directeur, wilt u alsjeblieft even weggaan? Natuurlijk. Maar wat vind je er dan van? Ja, ik weet dat we vroeger heel stout waren, maar dit is echt veel te streng. Directeur, het is vreselijk wat ik allemaal hoor. Je bent ontslagen. Je kunt me niet ontslaan. Ik neem ontslag. Ik ga weer terug naar het leger. Daar weet je pas wat discipline is. Een week later kwam de burgemeester terug op school. Er waren afspraken gemaakt en de oude leerkrachten kwamen terug op school. Om nu weer gewoon goed les te geven. Iedereen was daar erg blij mee. Yeah!